nog eens van al dat draaien, dat is gewoon gezond en al dat nachtleven. Ik denk dat ik voor een carrière switch ga. Hoorde dat flutje al? Let's go. Oké, jongens, we hebben net anderhalf uur gereden. We zijn hier net aangekomen op het parking van de Brighem. Daar is het stadion en wij gaan vandaag daar een dikke set in draaien. Dus, het is een uit. Nee, wacht. Zij spelen het, hè? Ja. Dat slaagt helemaal nergens op. Anyway, dus we gaan even een scoop pre doen. We hebben even wat extra energie nodig. Goeie dingen, wij zijn weg. Let's go. Oké, jongens, ik ga even bekennen. Ik ken niks van voetbal. Ik weet alleen boeren. En Antwerp marginale. By the way, ik heb net een foto gekregen. Ik krijg dus een t-shirtje. Misschien dat vind ik dan wel leuk aan voetbal. Snap je? Dus een t-shirtje met mijn naam op. Wat grappig zou zijn, moest ik vandaag doen alsof ik kapot veel van voetbal weet. En dan nog een aantal kansen tot in de laatste 5 minuten. Ik ga vragen wie dat een arbiter is. Ja, want arbiter, dat is het grave woord voor scheidsrechter. Misschien moet ik dat allemaal gewoon niet doen en gewoon gaan draaien. Oké, jongens, achter mij is het Jan Breidelstadion. Hier kan 30.000 man in. Als dat helemaal vol zit vanavond, hebben we dus 30.000 man. Ik heb wel een soort van set voorbereid. Ik heb geen idee of dat goed gaat zijn. Ik ben nog nooit naar een voetbalmatch gaan kijken. Ik ben echt heel benieuwd wat vandaag gaat worden. Ook zo met een pre-workout. Ik dacht dat dat grappig ging zijn. Nu is mijn kop aan het tintelen en mijn teentjes ook. Dus dat is minder positief. Oké, jongens. No sweat, no glory. Ik heb mijn t-shirt van Voltrek gekregen. Wow, yo, ik voel hem. Maar ik heb wel... Mijn bicep komt hier wel goed. Nee, tricep? Ja, toch. Iedereen in de radiocabine zit nou te kijken van... Ja! Nou, welke hebben we nu gepakt van het internet? Eigenlijk kan ik hier echt moeten opletten wat ik hier allemaal zeg. Want ik ben bang dat ik iets onrespectvol zou zeggen. Snap je? Ze zeiden tegen mij van... ja, ik heb een micro ophouden tijdens dat je draait of niet. Dus ik zei van... ja, dat weet ik niet, want ik weet niet wat ik hier daar... Ik weet niet wat ik in de micro moet gebruiken of niet. Wat moet ik daardoor roepen? Hallo Brahe! Maar dat bedoel ik dus ook kunnen met onrespectvol zijn. Ik bedoel dat helemaal niet. Jongens en meisjes, dit is mijn eerste stadionshow. Je moet dat even beseffen. Nou, niemand meedoen ook wel de les. Dat zeg je zoiets. Misschien kan ik dan met een Antwerp. Eigenlijk kan ik hier echt moeten opletten wat ik hier allemaal zeg. En nou, DJ Voltrek. Voel hem, voel drop. Twee muziekjes. Ik ga mee naar een voetbalmatch komen kijken. Oké, jongens, we staan beneden. We hebben net een match gezien. Dat is de eerste keer dat ik een voetbalmatch heb gezien sinds volgens mij 7 jaar. Maar het was een leuke match. Het was 3-0 voor Brugge, dus... Poeder! Nee, nu eigenlijk keihard behind the scenes nog op het veld van een Brugge. Ja, ja, Voltrek voor studio voor Voltrek. Beatrice, hoorde mij. Oké, jongens, we zijn over naar de studio. Ik denk dat ze 4-3-2 speelden. Nee, op duur stonden ze met 5 van achter. Ze speelden wel langs de flanken soms. Wij gaan over terug naar het veld. Beatrice. Het is wel gewoon zo kei legendarisch dat je gewoon DJ bent en dan gewoon een stapje op het veld van een Brugge kunt zetten. Zonder dat iemand er iets van gaat zeggen. In het voetbalstadion wordt deze mijn liedje. Voltrek, Voltrek, Voltrek. Ik ga dat de volgende keer doen. Vol. Ze zijn nog niet wakker. Hey, moeten jullie nou nog iets doen wat je kan doen? Paul aanraken. Oh, grave shit. Maar de weet jongens, nadat we hier toch zijn, hey, wat vinden van mijn shirtje? Ik zou mezelf lospakken op FIFA. Dat bestaat niet, dat Fortnite, dat je een skin moet pakken. Maar dan nog, ik zou mezelf pakken op FIFA. Weet je, we zijn naar huis, we hebben genoeg Brugge gezien voor vandaag. Naar de stille camper. I wanna stay here. Drinking all the beer. Please, please take me home. Like and subscribe! Hey!